Ook deze zomer steunt Schiphol het Amsterdamse Bostheater. Pak de picknickmand in en breng een heerlijke zomeravond door met Les Enfants du Paradis. We zijn eigenlijk hier op de Boulevard du Crime, een beroemde boulevard in Parijs van de 19e eeuw. Waar eigenlijk alle grote theaters lagen en kleine theaters en zo, maar waar ook gewoon de arme mensen leefden. En dit is eigenlijk het idee dat wat jullie hier zien, zeg maar, waar de mensen nu ook zitten, dat is eigenlijk de Boulevard du Crime vandaag, deze lange zwarte streep. We zijn natuurlijk met 9 acteurs, dus om het idee te geven dat je dus op een drukke boulevard zit, vooral aan het begin van het stuk, hebben we besloten om de mensen, zeg maar, op het toneel te laten. Dus iedereen mag hier blijven zitten en wandelen en lopen en zo. En wij spelen er straks doorheen. Ze hebben mijn horloge gestolen! Ze hebben mijn gouden horloge! Jij was het. Ik heb het al gezien! Er zijn dus twee artiesten, dus de mimespeler Baptiste en de toneelspeler Frederik. Of in ieder geval, Frederik wil graag toneelspelen, die droomt van om Othello te spelen. Maar ze beginnen allebei in de Funambule als mimespelers. Maar ze worden verliefd op dezelfde vrouw. Nou, dat zorgt altijd voor problemen. Ah, wat een mooi gelukslijn. Geluk, ik? Ja. Je trouwt met de man van je dromen. Denk je dat echt? Daar staat het. Echt waar? Om te beginnen zal ik jou... Hallo. Mijn naam vertellen. Ik heet Frederik. En jij? Tot en met 3 september te zien in het Amsterdamse Bostheater. Les Enfants du Paradis. Met mij, Jochem ten Haaf. En anderen.